Vicepresident Ashwin Adin heeft tijdens de herdenking van de 28 jaar Javaanse immigratie te Mariënburg een indrukwekkende toespraak gehouden. Wij vinden het van belang om u even terug te voeren. Hoe weten wij waar wij naartoe gaan? Kijk, de voorouders, we hebben het net gezegd, zo mooi. Ik sprak gisteren nog een paar van onze bigisma, papa, papa, ibubu, vertelde over Mariënburg hoe mooi het was. En dat ze 9 augustus 1890 hier kwamen en de laatste boot nog Kotagede, hier in 1939 nog kwamen. En ongeveer 34.000 totaal begreep ik. En 1/3 is nog teruggegaan, maar anderen zijn gebleven. Ze hebben het lot in eigen handen genomen, zeggen we. Ze hebben het lot in eigen handen genomen. En waar komen wij vandaan? Wij komen vandaan uit een geschiedenis van uitbuiting, onderdrukking, uit elkaar gehouden. En u weet hoe de mensen uit elkaar gehouden werden. Er waren gemeenschappen, hè? Die mochten geen contact met elkaar hebben. Vandaar dat u nog steeds ziet die gemeenschappen uit elkaar. Werden altijd uit elkaar gehouden. En het is zeer belangrijk om te weten, toen men op de boot toch was, ook onze Javaanse broeders en zusters en de anderen, dan riepen ze elkaar Jaji. In de Tunistan zijn men ook Jahaji. Er waren lotsgenoten. En het waren soortgenoten, omdat je in één boot zat, werd je lotsgenoten genoemd. En die lotsgenoten werden op twee manieren helemaal uit elkaar gehaald. Want als eerst in de boot zelf mochten ze niet bij elkaar zitten. En toen ze ook hier kwamen, werden ze ook uit elkaar gehaald. Dat is een feit, dat is geschiedenis. En nu zitten we allemaal in één boot. En we zijn allemaal Jaji, lotsgenoten. In één land, in heel mooi land Suriname. Dan beschouw ik het als een heilige opdracht. Want als we weten van waar we komen, dan weten we naar waar we toe moeten. En dan zien we het als een heilige opdracht. En waarom zeg ik ook heilig? U weet de paarse kleur voor de mensen die aura kunnen lezen. Ik weet niet wie hier aura kan lezen. Maar als je aura tegenwoordig, kunnen ze van een energieveld, kunnen ze foto's maken. Hè? Men noemt het curlian foto's. En als u de spirituele energie zien als mensen mediteren of spiritualiteit uitstralen. Weet u welke kleur dat is? Dat is paars-violet. Hè? Dat is paars-violet. We hebben een heilige spirituele opdracht. Omdat wij weten van waar we komen, dat wij, elke Surinamer, moeten wijzen waar we naartoe moeten gaan. Ideologie is heel belangrijk. En dat maakt het verschil in de paarse beweging. Nu eenmaal we vrijheid verworven hebben. We hebben verworven vrijheid, toch? Moeten we de waarde van vrijheid kennen. En u weet in de ontwikkelingsvisie van de econoom, de Nobelprijswinnaar Sen, zegt hij, vrijheid is ontwikkeling, is vrijheid. Nog een keer. Vrijheid is ontwikkeling, is vrijheid. Hij zegt, ontwikkeling is het weghalen van onvrijheden. U hebt die wegen gezien, toch? Als je het niet toegang hebt, onvrijheid, maak het toegankelijk. Als je die scholen niet hebt, heb je tekort aan vrijheid. Je hebt geen kansen voor die kinderen. Haal dat weg. Bouw scholen, breng meer vrijheid. Zoveel mogelijk vrijheid. Als je mensen hun beschikking geeft, vrijheid om meer te investeren. Als je mensen een basiskaart geeft, hun gezondheid geeft, vrijheid om te bewegen. In gezondheid, vrijheid. Al die onvrijheden weghalen is per definitie toch ontwikkeling. Straten bouwen, scholen bouwen. Ik heb begrepen dat deze wegen die gemaakt zijn voor u, rekening gehouden is dat de scholen ook naast die wegen zijn. Is toch bijzonder? Is toch een bijzondere ontwikkeling? Onvrijheden weggehaald. En dat is ontwikkeling. Dus ontwikkeling is per definitie vrijheid, omdat vrijheid betekent al die onvrijheden weghalen. Als we naar alle vernieuwingen kijken binnen onze ideologie, ademen ze allemaal ontwikkeling. Ja toch? Want wat zijn die 4 vernieuwingen? Eigenlijk 5. De president heeft de 5e geïntroduceerd. Vernieuwing van de sociaal-economische orde. Sociaal-maatschappelijke orde. Politiek-bestuurlijke orde. Educatieve orde. En een economische orde. En uiteindelijk heeft de voorzitter gezegd nee. Belangrijk is ook het milieu. Allemaal ademen ontwikkeling. Toen wij in 2010
die sociale agenda hebben gemaakt, hebben we achterstand van 40, 50 jaren ingehaald. Sociaal-maatschappelijke orde, vernieuwing. We hebben die sociale schuld ingehaald, de mensenbeschikking gegeven. Alles wat sociaal was, wat je kon bedenken, achterstand was, hebben we ingehaald. Maar daar hebben we een pak slaag gekregen, weet u dat. En u weet, in de spirituele wereld, de president is heel spiritueel, hij weet het. In de spirituele wereld word je altijd getoetst. Je bent daar gekomen, jongeman, zegt die Almachtige. Je hebt bewezen dat je die sociale schuld kan inhalen. Dan krijg je nog een moeilijkere opdracht. Ik ga je een pak slaag van een economische orde geven. Dan ga nu de vernieuwing van de economische orde wezen dat je het kan. Daarom is het een God-given task voor ons. Wij zien het als heilig. Dat wij de kans krijgen, omdat er ook geen ander is die bewezen heeft zo'n zware agenda te kunnen draaien. Ga en bewees ook dat je die vernieuwing kan brengen in die economische orde. Wat wij nu doen, wat de president doet als katalysator, zeg ik altijd, als katalysator om die agrarische ontwikkeling met de kleine mannen zitten overal. Stimuleer de mensen. Het is een psyche dat moet veranderen. Het gaat niet in één dag komen. Hij zit met de mensen tot in het binnenland. Laat die mensen bijbrengen. Die economische orde, diversifiering gaat niet zomaar komen. Het moet de mensen bijgebracht worden. Je moet hand in hand dat ding begeleiden. En onze president is daar een bijzonder groot voorbeeld van. Wanneer gaan we hem opvolgen? Wanneer gaan we hem zoveel mogelijk ook in zijn voetsporen lopen? We proberen het allemaal op rest. Maar je moet ook die feeling hebben, zegt u toch, met die mensen. Met die verschillende mensen. En die diversifiering is belangrijk. Net als een tafel die drie poten heeft, een mooie grote ronde tafel. En je hebt maar drie poten. En soms zeggen we, ja, bauxiet, olie, goud. Maar als je één poot wegsneedt, dan weet u wat gaat gebeuren. Die poten. Je tafel moet verstevigd worden met meerdere poten. Laat die zo sterk zijn dat in de toekomst als je eentje zaagt of van ons weggezaagd wordt, dat die mooi blijft staan. Stevig op zijn fundament.